2,5 maand geleden stond hier nog niets op dit terrein. Nu staan er gewoon 28 woningen. Best bijzonder toch? In zo'n korte tijd van een poldergebied naar een woonwijk. Dat komt doordat Barley de woningen in de fabriek heeft gebouwd en ze compleet hier op het terrein heeft geplaatst. We gaan kijken hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan. Zayas en Joost zijn hier nog lang niet uitgebouwd. Nog voor de zomervakantie komen er 63 woningen bij. Einde van het jaar komt fase 3 en dan komen er nog eens 82 woningen bij.